Emmy-Juliette Hart, bekend van de stichting RUMAS, is gisteravond onderscheiden met de Rotary Vocational Excellence Award. Deze onderscheiding is haar toegekend vanwege de uitzonderlijke verdiensten van haar stichting op sociaal-maatschappelijk gebied. De Rotary Vocational Excellence Award wordt jaarlijks uitgereikt door de drie Rotary Clubs die actief zijn in Suriname. Ze onderscheiden daarmee een Surinamer die zich binnen zijn of haar beroep uitzonderlijk verdienstelijk heeft geprofileerd in het belang van de Surinaamse samenleving. Voordat Hart naar binnen werd gehaald, zijn de laureaten of awardontvangers van de vorige jaren, onder wie Eddie Djarap en Marlene Lialing, in de zaal geleid. Hart is als eregast met een luid applaus binnengehaald. Dames en heren, de kandidaat-laureaat van de Vocational Excellence Awards 2020, Emmy Hart. De Rotariën en voorzitter van de jury, Danny Lofosang, haalde aan dat de clubs voor een kandidaat uit de sector welzijn en zorg hebben gekozen vanwege de alarmerende signalen uit de samenleving over het verval van normen en waarden, vooral onder de jongeren. Signalen van gedragsvermoeiing voor een onderling als naar ouderen toe. Die hebben de indruk alsof vele jongeren het spoor bijster zijn. Actuele vraagstukken die te maken hebben met de eindeloze discussie over de richting van ons onderwijs. De ongerustheid over het toenemend aantal drop-offs op diverse schoolniveaus, met name onder de jongens. Een duidelijke toename in drugsgebruik onder de jongeren. En het falende revitalisatieprogramma voor jeugdige evenementen. Deze problemen, dames en heren, veroorzaken een gevoel van onmacht in de samenleving. De jury ging volgens Lofosang op zoek naar een persoon die op onbaatzuchtige wijze zich inzet voor deze jongeren. Ze vonden Emmy Hart, die zich letterlijk leegloopt om haar jongens een tweede of derde kans te geven. Hart heeft volgens de jury een aanhoudende drang om te excelleren. Voorts gaat zij geen uitdagingen uit de weg. De laureaat Hart bracht als eerste dank uit aan haar schepper en opdrachtgever. En daarnaast, mijn medewerkers zijn er, zonder de medewerkers zou ik niet hier staan. Het is een toffe job om te doen in Suriname. Het woord Youth in Conflict with the Law is niet genoemd. Maar dat zijn de drie groepen jongens, Youth at Risk, de drop-offs en de jongens met de gevangenis. Dat zijn de drie groepen die we onder onze hoede hebben genomen. Ik wil u allen, de hele Rotary familie, ik ben van de grote familie dus, ik wil jullie heel hartelijk danken zeggen. Ik word een applaus gezien van de medewerkers. Dankjewel. Dankjewel. We vinden het als team van RUMAS een eer dat we mochten zitten en kijken naar ons werk op het beeldscherm. Is dat niet waar, mensen van RUMAS? En dan zien we, als we het nooit eerder hebben ervaren, dan zien we dat we op bijzonder werk voor Suriname aan het neerzetten zijn. Emmy Hart, die gisteravond de Rotary Vocational Excellence Award 2020 heeft ontvangen. De uitreiking heeft plaatsgehad in de Azuria Event Center aan de Rigolaan.